Jij gaat gewoon een heel leuk huisje krijgen, hè, Poes? Waar heel Nederland in de ban is van corona, hebben ze op Texel een totaal ander probleem. Ze kampen daarna met een overschot aan wilde zwerfkatten. En heb ik het niet over een paar poezen en katten, nee, het gaat om honderden van die verwilderde beesten. En die vormen een bedreiging voor beschermde diersoorten zoals de Noordse woelmuis, de tapuit, de gutto, ik bedoel, wie kent ze niet? Maar wat doen ze met die poezen als ze ze nou eenmaal gevangen hebben en waar gaan ze daarna heen? Ik ben heel benieuwd. In RTV Noordje bied ik regionaal ondergesneeuwd nieuws een landelijk podium. Welkom op Texel! We staan hier in de duinen en het zou zomaar kunnen dat we hier een helemaal gefreakte kat tegenkomen. Ja. Met een grote Noorse woelmuis in zijn mond of een grutto. Het zou kunnen. Ja, ze zijn vooral 's nachts actief, dus de kans dat we nu eentje zien is vrij klein. Maar we denken dat er hier zo'n 200 verwilderde katten rondlopen in dit duingebied. Dus ze zijn er zeker. En heb je nu een kat waarvan je denkt, we gaan er hier eentje wegplukken of gaan we naar een boerderij toe? We hebben hier ook al wat katten gevangen de afgelopen dagen, maar vooral bij de boerderijen zijn we nu aan het vangen. Dus we gaan nu naar de boerderij toe, inderdaad. Anna, we zijn op de boerderij, want je hebt melding gekregen. Ja, klopt. We zijn hier vandaag aan het vangen, inderdaad. Dus naast de natuurgebieden proberen we ook de boerderijen aan de rand van de natuurgebieden mee te nemen. Ja. Omdat die katten natuurlijk ook op jacht gaan in onze natuurgebieden. Ja. En... Oh, daar zit er een. Ja, heel erg onrustig. Oh, je vindt het niet leuk? Nee. Ik mag hem denk ik niet aaien, hè? Ik zou het vooral voor jezelf niet doen. Ik denk dat die best wel wild is. En wat we dus doen met die boerderijkatten, die worden gesteriliseerd of gecastreerd. En dan blijven ze gewoon op de boerderij als muizenvangers. Maar omdat ze gecastreerd zijn, gaan ze veel minder ver. En is het, ik merk meteen dat ik zeg, zielig. Is dat terecht of is het eigenlijk heel goed voor ze dat dit gebeurt? Ik denk dat het uiteindelijk voor de kat zelf ook fijn is dat hij hier een beetje bij de boerderij in de buurt blijft. Maar ja, dit is zo'n moment dat je even in een kooitje zit, dat is natuurlijk niet zo leuk. Ja, dit is dus Katopia, een soort mobiele dieren. Ja, ik weet niet hoe je het noemt. De dierenarts die is hier bezig, dus ik ga even kijken. Hallo? Ik vind het best wel een menselijk aanzicht ook, dat hij op zijn tafeltje en een. Ja. Ja, we proberen ook echt de katten een helemaal een APK'sje te geven. Dus we ontvlooien, we ontwormen, we chippen, we vaccineren. Dus de kat gaat er qua welzijn ook echt op vooruit. Dus niemand mag zeggen dit is zielig? Nee, want het is niet zielig. Je helpt juist de kat. En natuurlijk is het even wennen dat je dit zo ziet voor sommige mensen. Maar het gaat om het kattenwelzijn wat ons betreft. Ik heb het begrepen, vroeger werden hier de katten afgeschoten. Ja, en dat gebeurt overigens nog steeds. In de provincie Friesland en in provincie Utrecht wordt nog steeds... zwerfkatten afgeschoten. Maar dat is toch niet de oplossing? Nee, is absoluut niet de oplossing. De oplossing is zowel preventie aan de voorkant, dus chippen en castreren van de huiskatten, is heel erg belangrijk. En daarnaast de kolonies katten, zwerfkatten helpen, dat wil zeggen castreren die nu al er zijn. Oh, kijk eens. Jezus, het meest wilde kitten ooit. Nou, een vrouw die woont in Den Burg, die heeft haar gevonden, 's avonds laat, op een landweggetje. Toen zijn we eigenlijk nog echt naar die plek teruggegaan om te kijken of daar moeders was. Want ze is gewoon nog te jong om eigenlijk zonder moeder verder te gaan. Maar nee, helaas niks gevonden. Dus zij zal verder inderdaad door de mens grootgebracht worden. En jij wil haar hebben, hè? Ja, nou, ik zou er zo mee willen nemen, zeker. Ik zou dat echt met z'n allemaal hebben. Ja, nee, ze zijn ook allemaal leuk. Maar goed, wil je even knuffelen? Oh ja. Dat is dan niet normaal.